allemaal, Denise hier en welkom bij een nieuwe video. Voordat ik ga beginnen met deze video wil ik nog even zeggen dat heel veel van mijn kijkers niet geabonneerd zijn. Abonneren is gratis, dus druk vooral op die knop en dan krijg je een melding elke keer als ik weer een nieuwe video upload. Zit er bijna op. En wat was het een jaar. Er is zo ontzettend veel gebeurd. Samen met jullie ga ik even terugkijken naar afgelopen jaar. En ga ik momenten benoemen die voor mij echt een hoogtepunt waren. Meteen de eerste datum 1 januari 2020. Want toen ben ik dit YouTube kanaal officieel gestart. Dit wordt de allereerste keer dat ik echt in mijn eentje naar de Efteling ga. Dus ik vind het ook wel spannend, maar ik heb er ook echt heel veel zin in. Jullie, hallo, het is een selfie film! Ja, het is een film. Dat had je niet gezien. Sorry. Hi, hallo, kaartjes. Meteen daarna gaan we naar 4 en 5 januari. 4 januari ben ik voor het eerst naar de Efteling geweest, samen met Nina. En hebben we Lies en Lot ontmoet, waarmee we nog steeds regelmatig naar de Efteling gaan. Nina! En we zijn in de Efteling! Ja. Davy is het er niet helemaal mee eens, maar ik wil wel. Dus, we gaan. Het is alweer het einde van de dag, helaas. Doe allemaal een duimpje omhoog. En alweer. En 5 januari was de fanmeeting van Kate, waar ik onder andere ook Jessie heb ontmoet. Is er al een fanmeeting waar ik wel heen mag gaan? Ik ben nu in het Sprookjesbos en ik sta hier met Kate. En wij gaan nu naar de Efteling fanmeeting toe. We staan nu hier bij Ezel op het Herautoplein. En tot nu toe is zeg maar dit de groep. En dat brengt ons naar februari. In februari had ik namelijk bij mijn dansschool meegedaan aan een wedstrijd van Shall We Dance en zijn wij derde geworden. Dan komen we naar het onderwerp wat, nou, ik denk echt wel het grootste ding was van dit jaar, corona. Ik heb ongeveer 3 maanden thuis gezeten, ik ben amper naar buiten gegaan, heb niemand gezien. Maar dat hield mij niet tegen om leuke dingen te doen. Ik heb namelijk corona vlogs gemaakt. Wil ik aan jullie laten zien wat ik de afgelopen week heb gedaan met het coronavirus en hoe ik mij heb vermaakt de afgelopen weken. Ik had bedacht om lekker een soort smoothie te gaan maken. Nou, wij hebben dus geen blender. Nou, dit is de hele make-up look geworden. Uiteindelijk ben ik er wel tevreden over. Corona duurt denk ik iets langer dan dat we allemaal verwacht hadden. Ik blijf toch het liefst gewoon binnen vanwege de regels. En ja, ik wil gewoon dat corona ook weer snel overgaat. Want het is nu al best wel een tijdje. We springen eventjes vooruit en gaan naar 27 mei. Toen ging alles weer een beetje open en ben ik dus ook weer naar de Efteling gegaan. Eerste keer sinds corona. Ik weet nog wat een gedoe dat was met de reservering maken. Uren hebben we zitten wachten op de Efteling-site voordat we konden reserveren. Dit is nu de Efteling-site waarbij je kan reserveren. En zoals je hier kan zien zitten er nog 17.610 mensen voor mij. En het hele restaurant is hier leeg. Maar dit is dus ook plexiglas. In juni zijn er ook een aantal dingetjes gebeurd die ik even wil opnoemen. 4 juni heb ik namelijk een telefoontje gekregen dat ik was geslaagd voor school. Hi, mijn Davy. Hoera! Ik ben geslaagd! En dan ga ik meteen over naar het onderwerp werk. Want op 19 juni was ik uitgenodigd voor een trainingsochtend bij Rekra Team. Ik kom net van een trainingsweekend. Ik heb mijn bordje op en het was gewoon weer echt super leuk. Het volgende ding wat ik ga opnoemen is echt wel een heel belangrijk moment geweest van afgelopen jaar. 22 juni ben ik namelijk naar Slagharen geweest. Nou ja, dan denk je Slagharen. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Natuurlijk, het is leuk, maar waarom is dat dan zo'n belangrijk moment voor mij geweest? Nou, dat is voor mij zo'n belangrijk moment, omdat ik toen heb besloten om mijn logo-shirt te laten maken. Super aardige jongen, heb ik ook al in dat filmpje gezegd. Hij heeft toen mijn Slagharen-video naar al zijn collega's gestuurd. En daardoor is mijn Slagharen video mijn meest bekeken video met meer dan 300 views. Waar ik echt super blij mee ben. Want dat had ik echt gewoon nooit verwacht. Tot nu toe vind ik het al hartstikke leuk. Ik hoor muziek overal, net zoals bij de Efteling. Dat is altijd goed. Stan heeft mijn shirt gemaakt en laten zien hoe hij dit doet. Sommige mensen hadden echt gewoon helemaal een zwart shirt van de natheid. Nog wel een bijzondere dingetje. In juli was dat ik op vakantie ben geweest. Ondanks corona.
naar Frankrijk. We hebben net 3 uurtjes gereden en we hebben nu even onze eerste pauze. We staan hier zo bij een tankstation. Ja, ja, de eerste is gevonden. En we hebben er nog één. We zien het klooster al in de verte. Daar is hij, hier. En ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar er is hier echt een hele slingerweg met mensen, met hoe je er kan lopen. Dan zijn er 2 dingetjes in augustus gebeurd die ik wil opnoemen. Ik ben namelijk echt aan de slag gegaan met werken voor Recreateam. Dit was mijn allereerste keertje op een camping, maar het was super leuk. En als ik terugkijk nu ook naar de beelden, was het super gezellig. Je vraagt je waarschijnlijk af waar ik nou loop. Nou, ik zal het je zeggen, ik loop in Gelderland. Nou, wat ga ik nou doen in Gelderland? Ik ga naar een camping. We gaan bijna het middagspel doen en vandaag gaan we het douanespel doen. Ik ben heel benieuwd waar Recreateam mij komend jaar naartoe gaat sturen en of ik nog meer leuke video's kan maken op campings. En het andere dingetje is dat ik eind augustus met Jessie naar de Efteling ben geweest. Niet 1 dag, maar 4 dagen. En dat we ook in het Loonse Land Hotel hebben gelogeerd. Hier is het hotel, we lopen er nu net vandaan. Hij doet het weer. Ja, hij doet het weer. Het is echt maar, nou, 2 minuutjes wachten of zo. Over de Efteling gesproken gaan we even door naar oktober. Ik ben namelijk 9 oktober voor het allereerst met mijn beste vriend Colin naar de Efteling geweest. Spannend! Ja. Maak even een rondje, laat eens zien hoe net je bent. Wij staan nu bij het Deora. Lach ze. 19 oktober ben ik weer naar de Efteling geweest. Maar dit was de allereerste keer in de Efteling dat wij mondkapjes moesten dragen. Nou, wat een gedoe was dat. We hebben onze mondkapjes op, dat wordt echt wennen. In een moment. Oké, dus we worden weer voor de 2e keer stilgezet hier in Cardiff Festival. Maar er is ook geen fanfare of zo, dus we weten niet wat er aan de hand is. Nu nog even naar de Pokka Marina lopen. Want die attractie gaat natuurlijk weg en dat vind ik best wel jammer. Dus ik moet nog wel even sowieso een afscheidsrondje doen. Die keer was ook de laatste keer dat ik een Efteling vlog heb opgenomen in het jaar 2020. Daarna ben ik nog 1 keertje naar de Efteling geweest, namelijk op 22 november. Maar toen heb ik alleen maar losse video's opgenomen. Het idee was dat ik die dag alleen naar de Efteling zou gaan. Maar het was toch gezellig geworden, want ik was Daisy, Kate en Jinte tegengekomen. En later had ik ook nog met Lies afgesproken en had ik met haar een hele leuke fotoshoot in de Efteling gedaan. En zo komen we aan bij de laatste maand van het jaar, december. En op 2 december ben ik 18 jaar geworden. Ik had natuurlijk het idee om een super groot feest te doen, allemaal vrienden, kennissen, familie uit te nodigen. Maar door corona kon het natuurlijk niet. 15 december ben ik naar de Kamer van Koophandel geweest, heb ik mijn KVK-nummer opgehaald en ben ik dus echt officieel gestart met mijn eigen fotografiebedrijf. Wist je nog niet dat ik een bedrijf had? Bekijk dan even deze video of ga eronder in de beschrijving. Want daar zet ik een link van mijn website en mijn Instagram-accounts waar ik mijn foto's op post. Als goede start heb ik op 17 december een hele grote klus gekregen van Sportcentrum Hoorn. Ik mocht namelijk foto's nemen van de werknemers en een kerstgoedvideo met ze opnemen. Wat moet ik zeggen? Hallo allemaal. Wat moet ik zeggen? Een sportief top. Nog een keer. Een wens hier. Voor een wens. Wat was dat weer? Ben je benieuwd naar hoe de foto's en video's zijn geworden? Ga dan ook even naar onder in de beschrijving. Want daar zet ik ook de gegevens van Sportcentrum Hoorn bij. En dan kan je ze allemaal opzoeken. Ik hoop dat ik komend jaar leuke content kan blijven maken. Dat jullie blijven genieten van mijn video's en foto's. Al met al wil ik jullie gewoon bedanken voor jullie support. Vergeet natuurlijk niet om deze video een dikke like te geven. Te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En dan ook meteen op die bel te drukken, zodat je altijd een melding krijgt als ik een video upload. Als het je leuk lijkt, volg me dan ook even op Instagram en op TikTok. En deel mijn content met jullie vrienden en vriendinnen, zodat ze ook mee kunnen genieten. Nogmaals allemaal bedankt en ik zie jullie weer volgend jaar.